Pico Nello staat hier met een stand op het Tegedata evenement Taste of Tomorrow. Wat demonstreren jullie hier? Wat wij hier demonstreren is eigenlijk onze samenwerking naar de markt. Want wij zoeken nog steeds partners waarmee we samen onze producten met hun totale oplossingen aan de markt willen aanbieden. En dat is de reden waarom wij hier op dit event aanwezig zijn. Naast de Ricoh printers die wij hebben, hebben we uiteraard ook de multifunctionals, maar ook projectoren, interactive whiteboards en unified communication apparatuur. Wat tonen jullie hier op de stand? Want er zijn een hoop producten. Ja, nou, met name wat wij tonen bijvoorbeeld als we kijken naar mobiele telefonie is ons nieuwe flagship model, de Galaxy S7. We hebben twee varianten, in de platte versie, de Galaxy Flat, en in de Edge versie. Waarom zouden resellers overwegen om die VR oplossing te verkopen en hoe ondersteunen jullie die resellers hierbij? Nou, waar we mee ondersteunen is dat wij gebruik maken van displays. Dus wij maken gebruik in de winkel van shop-in-shops, met name onze grote retailers. En daarbij tonen wij de volledige VR-ervaring. Dat is eigenlijk dat je in een volledig nieuwe omgeving zit. Dus je zet een bril op, die is compatible met onze S6 en onze S7-serie. En daarbij kan je dus bijvoorbeeld als je wil naar Grand Canyon, kan je om je heen kijken. Maar je kan ook in een achtbaan zitten. We hebben hier op de beurs een zogenaamde wippelenstoel hebben wij staan. En met die stoel krijg je eigenlijk de volledige ervaring, omdat die dus ook heen en weer kan. Wat doen jullie hier op deze Tegedata Test of the Tomorrow event? We zijn hier om samen met Tegedata te laten zien hoe makkelijk je kunt beginnen met Internet of Things en machine to machine. En wat is zo interessant voor de resellers om met dat platform van Tegedata en jullie aan de slag te gaan? Het is eigenlijk een one-stop shop voor klanten en resellers om vanaf hardware, connectiviteit en applicatiebouw in en samen te voegen om snel te kunnen starten met Internet of Things en machine to machine. Zijn er nog specifieke diensten die ze kunnen uitrollen hiermee? Het is vrij breed, omdat we samen met Tegedata zo verschrikkelijk veel onderdelen van de value stack hebben. Kunnen we eigenlijk het trekken van de giraffen in Kenia tot het uitlezen van laadpalen hier in de stad, kunnen we voor ze in orde maken. In juni dit jaar vindt het Ricoh Open plaats. Wij zijn als trotse sponsor blij dat we de naamgeving mogen geven aan het event, waarin we business en tennis willen samenvoegen. En ook vandaag de dag zoeken wij dus resellers en kunnen zich inschrijven voor de Ricoh Partnerdag. Event@ricoh.nl kunnen ze zich aanmelden voor de Partnerdag op 6 juni.